Het was heel belangrijk voor ons om die lijn van vorig jaar door te trekken. Om direct er weer te staan, zeker thuis. En deze is toch niet gemakkelijke wedstrijd, hè, want het is de eerste wedstrijd van het seizoen. Dus je weet dat Zulte heel, heel stevig van start gaat gaan. Dat hebben ze ook gedaan. Maar ik denk dat het belangrijk was voor ons om goed gegroepeerd te blijven, rustig te blijven. En dat we thuis altijd wel die kansen nog creëren. En dat ziet je ook, dan komen die kansen wel en vallen die doelpunten uiteindelijk wel. Ik denk dat het voor ons, zoals ik al zei, heel belangrijk was om die eerste helft goed te doorkomen. Want je weet dat Zulte hier een uitmatch speelt, dus heel veel energie gaat verspillen in die eerste helft. En dan was het belangrijk voor ons om stand te houden en dat hebben we ook gedaan. Ik denk dat het jammer dat we het doelpunt uiteindelijk moeten weggeven, maar oké. Ik denk dat we genoeg kwaliteiten hebben om dat op te halen in elke match ook. En dan zie je dat we dat vandaag in de tweede helft opnieuw instralen. En dat is onze verdienste. Ik denk dat we gewoon, op onze dingen geweest zijn, op onze kwaliteiten. En wat we moesten doen om rustig te blijven en van daaruit iets feller, iets scherper in die tweede helft te komen. En ik denk dat we dat goed gedaan hebben. Als Anderlecht zijnde wil je elke wedstrijd winnen en elke prijs pakken. En dus deze was zeker een van de prijzen die we wilden pakken. Ja. Ik mag niet klagen. Hè. Ik denk, het is een hele fijne groep en ik word goed aangepast. En in die zin ben ik heel tevreden.